Yo gamers van Gaming.nl, vandaag spelen we Laura's passieavonturen, schoolmysteries. Ik ben alleen, Rick is weg, hij is naar huis toe, dit is mijn badge, ik heb geen idee wat het is. Ik ben fucking goed in dit spel, dus ik doe niks fair. Ze zeggen dat je gevormd wordt door waar je vandaan komt. Yo, ik ben jarenlang steeds weer naar een ander... Jezus! Wat een boeiende storyline. Waar rook is, is vuur. Waarom is het zwart? Wat de fuck is dit? Vroom. Ik vind het een favoriete game. Ben ik dit? Kom, we gaan naar de school toe. Oké, let's go. Laura, hey, dat is dan een recherche. Ben ik dom geweest? Wat is er aan de hand? Ze denken dat ik het vuur in de bibliotheek heb aangestoken. Help me! Ik heb het niet gedaan. Waarom is het anders? Oh! En mijn zevende zit net echt schuldig. De sheriff doorlopen, kerel. Ik hoop dat je water van brood... De volgende dag. Wat is deze game? Is dit alleen maar storyline? Laboratorium. Favoriete plek in de game. Hé, hey, stuntelige wolbarrel. Je maakt een zootje van meteen een foto. Oké. Als je hebt de foto's verknoeid. Misschien moet ik over de bieb gaan zoeken. Wat? Misschien moet ik over de brand in de bieb zoeken. Wat moet ik doen? Oh. Wat is dat? Oh, dat vang je goed. Ik ben zo fucking goed in de school. Oh! Ja! Ja! Oh! No way! Oh my god! No! Gevonden, laten we eens goed bekijken. Ach, wat moet ik doen? Is dit stuk te verschillen? Ben jij? Oh, kut! Daar is iemand met... Oh, we moeten er omheen. Die is Lusu. Die heeft een dingetje. Fuck. Kut. Er ligt een dingetje hier. En die heeft die... Hoezo is dat fout? Met deze motherfucker hier. Waarom... Oh, moet ik winnen? Nou, zij... Fuck! Zij... En... Ik denk dat ik haar ook moet omkruisen ofzo. Ja, ik heb gewonnen. Zie je de mensen? Heb ik gewonnen? Is het nog eens... Moet ik dit 5 out of 5 hebben? Wat is dit? Wat een poep. Jij woont hier. En jij. Nu heb ik gewonnen, toch? Jee. Wil je Alicia, Broek en Rob eigenlijk naar zolderdorp op school? Oh, ze zijn zo irritant. Ja, ik ken het. Geen idee. Geweldig, alles is... Oh, wat is er met deze tekst? Wat zou er nog meer te doen zijn? Een andere game, want dit is echt kut. En dan zijn we met Donkey Kong Jungle Climber. Voor de Nintendo DS. Ik bracht wij hebben mijn wereld 2. Let's continue. Yeah, I don't remember this. Ah, nee, ik heb er niet blij mee gespeeld. We gaan verder gamen, let's go. Funky's Airplane. What the fuck is dit? Wat moet ik doen? Ik moet net. Hoor! Wat is dit? Hey. My god, I've been dangling, man. Pak dat. Dank je. Oh, dat is heel. Tuurlijk. Ah, maar natuurlijk. Oh, laat me gewoon. Laat me naar boven gaan. Nee, oh. Waarom? Wat een poepding.
Nee, oh, je ziet dat ik mezelf wil lanceren. Oké, good enough. Even winnen, nu ben ik waar mee. Schijtdonkerton. Nee, 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 nee. Nee. Joep. Nee, nee, oh. Even winnen. Ik wil de kade van... Kerel van Ringo. Oké, kom, gaan winnen, dames en heren. Trouwens, wat ik dus doe, is ik moest voor Rick, maak een oh, leuke video dat je random games speelt. En dat ben ik nu aan het doen. Ik ga Donkey Kong Jr. blijven spelen voor de Nintendo DS. En Laura's detective avontuur, dat was echt lame. Dat is mijn leven. Nee, grapje, dat was heel raar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee! Ah, fuck it, ik ga gewoon niet heen. Poep. Kan je ook. Laat me gewoon winnen. Hoe moet ik dit nou doen dan? Moet ik dan. Maar nu zit hij me terug. Moet ik mijn rechterhand pakken dat ik dan wil. Ja, oké. Oh, nice, dat was ik te bedoelen. Ik pak die bananen maar hoor. Raar ding. Ik heb er zelf vroeger over gespeeld, maar ik heb echt geen idee hoe dit moet doen. Maar volgens mij heb ik het wel een beetje goed nu. Oh oh. Oh nee. Kut, ik heb nog meer kut ideeën. Oh, ik kan ook zo klimmen natuurlijk. Ja. Oh. De O van Axel. Oh poep, kan ik ook niet. Oh. Nee! Oh! Nee! Oké, ja, I'm starting to get the hang of this dingetje hier. Met de controls of this game, maar not very nice. Not me liking it. Very much. Oh, de controls van deze game zijn niet heel erg fijn. Nee! Donkey! Donkey doen! Pak dat klote ding! Wat doe je? Ik weet niet of dit wel een nieuwe serie ding is. Welkom bij Erik Dan Speelt. Nee! Ik vond wel dat je gewoon ingeslapen wordt. Ja. Dankjewel. Nee, waarom kan ik er niet naar boven? Nee, mens, Donkey Kong. Ja, nee, nee! Oh, dit is toch eens entertainment op zijn allerbest, jongens. Dit is gewoon dat je dat iemand gewoon heel veel probeert te klimmen. Wie ben jij? Ja, oh, jij bent OG Donkey Kong. Ik ben je naam vergeten. Hoe heet hij? Cranky Kong? Cranky Kong, ja. Zie je shaken, but don't worry, there is a way to be in the game. Hey. Oké, okay, dat was makkelijk. Yay, Diddy Dang. Oh, oh, oh! Dat was een plot, wist ik niet van wacht. Andere game, doei. Garfield gaat spelen in het Nederlands. Welkom bij Garfield's 1-1. Garfield en Garfield's Nightmare. Niveau 1.1. Welkom bij Garfield's Nightmare. Ik span hier, wat is dit? Oh, oh! Oh, jezus! Spoken Garfield. Ken je die een aflevering van Garfield waarin hij aangevallen wordt te spoken? Ja, dat was echt mijn favoriete aflevering. Ik bedoel strip, toch? Ik hou van zo'n strip. Ja, toch? Ja. Oh. Heeft hij een gast? Oh nee, het is een guy geen double jump. Wat is dit? Een noob, Garfield. Ik ben echt noob. Kennen jullie die ene Garfield films? Er was wel zo'n stukje in, dat maakt me wel doodsbang. Er was een stukje in, dan zit hij in een ventilatieschacht. En toen ging hij, ik weet niet wat er gebeurde, zo, ik vond het eng.
Ah! Weet je nog die ene aflevering van Garfield waarin hij allemaal spikes in zijn kont kreeg? Ja, dat is echt een goede aflevering. Is Garfield altijd zo geweest dat ik... Oh! Ja, dit is echt een van de eerste games die ik ooit heb verspeeld waarin als je op sprookjes springt zal doodgaan. Zelfs Mario heeft dat geen eens. Hoe fucking dik wil deze kat worden, man? Hij heeft fucking 98 donuts. Ik kom tegen die mensen de NLB's, maar dan kan ik. Zoals Bowie. Dik onderzoek. Nee. Kut, andere game. Fuck you. En dan zijn we weer met Nintendo game en level 5. Oh, wat wordt dit nou? Ja, let's go. Oh. Val aan. Schitterend voetbal. New game. Dit gaan we gewoon nu doen. Ik heet... Toyop. Dat is mijn naam. Toyop. Toyopie. Het is wel een fiction, de characters groups en de fans betrayed in the way. Our intelligence was never the real. Come on, let's do some practice. Echt, een Engelse stem is zo slecht, hè? We kunnen in de zomer hebben stories voor de Wii. Het is echt. Oh. Anime. Hey guys! Oh my god! Tot speelt op een DS. Ironisch. Maybe he's got an upset tummy. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wat er was met Kevin en die andere guys en stemmen, maar nou ja, blijkbaar. Opeens is hij niet meer voice acted. Wie is dat nou? En wie ben jij? Wie is dat? Waarom praat jij tegen mij? Ja, oké. Okay. Wie ben jij? Ik ken jou niet van de anime. Oh, rennen. Oh. What the fuck? Willy! B-button. Wat is er met de B-button? Schiet op. Oh, kan ik daarmee rennen? Oh, met de B-button kan ik rennen. Mooi. Oké, okay. We gaan trainen. Laten we voetballen. I wonder if the pitch is free. Zijn allemaal van die hele... Oh, Nathan. Hallo, Nathan. Waar wat? Oh shit, gangfight. Mark, ga weg. Maar wat wil hij nou aangevallen? Mark, rennen. Mark, wat doe je? Oh! Oh shit, let's go. Silent fight. Target your current cunt savers. You can position 4 players. Start. Controls. Oh, dat is nee. Oh nee. Oh nee, is dat zulke controls? Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Even winnen. Tackle. Go fuck. Hey. Pak die bal, Mark. Sliding tackle. Later gewoon hoppa. Gewoon ding naar je. Hoppa. Oké. Okay. Waar is... Oh. Oké, okay, ik wou scoren, maar dan niet, hè. Fucking... Ines, whatever strength is veel leuker dan dit. Van een boeiende storyline. Nu gaan we even games vinden met een boeiende storyline. Niet normaal. Welkom bij... Madagascar 2. Vraag me niet waarom ik heb dus volgen No Life vroeger, jongen. Er was eens een koninkrijk, New York genaamd, waar reuzen heersten. De ene met de streepjes verlangde naar zijn moederland en propte iedereen een magische kist. Er zijn een beetje veel informatie in het begin, ik volg het al niet meer. Ik voel het zo... What the fuck is dit? Waar kijk ik naar? Wie is deze guy? En nu... Step Sister finds out. Dus, klaar om naar huis te gaan?
Nee. Ja. Oh, blijkbaar ja. En hoe gaan we dat ook alweer doen? Ja, ik snapte het niet meer van... Nee, ik snap het niet meer. Ergens in mijn prachtige kot. Zie je hem? Bijna net. Ja. Sorry, dat vond ik grappig. Ja. Hoe moet het? Ik heb niet eens... Jij niet, nee. En wij... Jij niet, hè? Jij... Wat is er? En nu... Oké. Vind ik nog onderdelen. Oké. Laten we de game uitspelen. Ik heb dit wel heel veel gespeeld vroeger. Ik vond het echt een leuk spel. Ik weet niet waarom. Dit is echt super lame. Het valt wel mee. Gekke 3D graphics wel. Dat is altijd zo met die games die gebaseerd waren op films. Fucking, ze waren altijd graphically impressive. Dat was zodat het recht niet had om dat te zijn. Hallo, giraf. Hoi Melman. Hap Julian. Schiet op, storyline. Schiet op! Ja, leuk. Spring op die... Oh, jezus, wat gebeurde daar? Oh. Er staat een hek in de weg? Nee, echt? Geloof je toch? Wauw. Fucking Ludo. Doort hem! Oh jezus, hebben we nou een arm dier vermoord? En dans erover, man. Lekker. Yes! Ja. En wie ben jij nou weer? Oh jezus! En de leeuw was dood. Wat was daar nou het nut van? Wat de fuck was daar het nut van? Ja! Helemaal Mason. Dat kan. Ik blijf denk ik ook. Denk ik. Supersprong. Spring je veel hoger dan eerst. Oh, daar heb ik. Ja, daar heb ik veel aan. Zie je springknop ingedrukt om. No way. Zelfs voor jou. Jee, ik heb de dingen. Is dit voor een slechte automatische opslaan? Oh shit, dit is een menu, man. Vind de motoronderdelen. Wow. Vlug onderdelen vinden. Als Alex sneller dan ik is, kan hij er nooit meer over op. Ja, dat klopt, hè. Fucking Alex. Ik weet niet wie Alex is. Is dat die little guy? Nee. Waarom is het zo? We gaan even winnen. Rick, als je deze video uploadt, noem hem dan Erik Jan speelt mediocre in Nintendo DS games. Dat vind ik een goede naam, oké? Doe het. In welke wereld denk je dat fucking zebra een soort van dinosaurus in elkaar slaat? Misschien wel mijn kut aan. Ja, dat heb ik me vrij weinig. Je hebt dubbele sprong. Daar heb ik nog tenminste nog gedaan. Jee, wat de fuck dit is juist. Oh nice, hij verdrinkt. Ga ik nooit meer doen. Nee, grapje, dat ga ik niet meer doen. Geen idee. Oké, nu gaan we winnen. Oké. Oh. Jesus, look at the booty. Wat is dit voor een rampspel? Hey, er ligt wat oude rommel aan de overkant. Ja, I don't care. Even winnen. Marty. Zo heet je volgens mij. Oh shit, ik heb 100% completion of the game. Oh, kut. Nu ga jij dood. Ik wil bij dat schoten, want ben ik klaar met dit spel. Hop, hop, hop. Oh, kom dan. Ik weet dat de final boss van deze game mijn oude oma was. Ik weet dat serieus nog.
Ik weet ook niet waarom mijn oude oma de final boss was, maar het was zo. Yes, moord gepleegd! Victory! Oké, leuk geweest met victory. Nou, hop, we gaan weg. Fuck it, doei! Was het de game? Ik heb hier 5 euro voor betaald, oké? Okay? Dat is 5 euro waard een game. Je hebt de geluidstest. Oké, leukjes. Come on, Ski. Announcers. Is dat niet van dit? Oké, okay. Wat de fuck kan ik hiermee? Nou, ik kan hem zo gooien. Die kut! Oké, okay, hallo mensen. Hey, hey, wat doe je? Hey! Kut mensen! Oh jezus! Hop, kut mensen! Sterf! Oh jezus! Oh, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat moet ik doen? Boom. Pim. Boom. Antonio. Blijkbaar. Antonio! Vallen jullie mee aan? Die gaan pas nog dood. En mijn stem ook. Is hier boven iemand? Nee, kan ik niet heen. Moet ik winnen hier? Dit is echt makkelijk, sinds het poep ooit gewoon. Tune. Wow, dat was moeilijk. No way. Oh my god. Oh jezus, waarom valt hij niet? Hier mevrouw. Kut mevrouw. Moet me niet in de weg lopen. Waarom redt dat mensen? Heb ik al fucking leeuw af. Hoe dom kun je dat zijn? Kutvogel, joh. Kutvogel, joh. Nee, waarom wil... Ze schopt ook gewoon! Ga weg, maatje. Gewoon, laat deze armen nu ook gewoon met rust, oké? Okay? Waarom staat daar een dansende aap? Ah, fuck hem. Ik hoop dat hij daar gewoon altijd blijft, dat hij gewoon... verhit. Hallo, aap. Ja, laat me gewoon winnen, oké? Okay? Laat me er langs. Zie nog meer zooi. Je hebt de vierde combo, dat ging fucking dark. Ik kan nog meer mensen in elkaar slaan. Oh, en... Oh, hè? Oh, ik speel niet echt als een guy. Oh, dat is dus denk ik een 4-treffer combo. Deze levels zijn echt veel korter dan ik kan rekenen. Ik dacht dat deze levels echt 5 jaar duurde of veel. Wat was dat nog wat muziek hier? Kut meneer, ga geen fors van maken dan. Hé, hop. Arme mensen gewoon, hè. Ze doen gewoon een beetje foto's maken en ik dood ze. Nee, grapje, vallen mij aan. Telt het aantal pijlen en... Ach, wat? Hé? Hey? Probeer het nog eens. Tel de pijlen en tik. 1. Oh, zo. Ik dacht van, hé? Hey. Kut, meneer. Waarom spuugt dat ding ook nog op mij? Ik loop hier gewoon heel rond en opeens gaan hun gewoon... Waarom valt die man dat ding niet aan, maar mij wel? Wat heb ik hem ooit misdaan? Ik ben gewoon een leeuw die met je rond loopt hier, oké? Okay? Oké, okay, spring op de boom staan. Cool, cool, cool. Dat was moeilijk. Hier. Gewoon dit... Ik loop gewoon door de woestijn en ik dood iedereen die gewoon in mijn pad komt. Geen respect aan het wilde leven in de woestijn. Wacht, niet zo snel. Niet zo snel. Geen idee. We hebben gewonnen, guys. Ik eindig hier ook de video. Vond je het leuk? Doe even like. Check op mijn kanaal, Erik Jan V. Links in de beschrijving. En doei doei.